Hallo iedereen, welkom bij een video van Joegim. Vandaag gaan we weer GTA. Ja. We zitten met Civilization 5 spelen. Tuurlijk, ja. Ja. Ja, dat is dus gewoon zit met Civilization 5. Oké, we gaan dus beginnen met onze Police City die we moeten gebruiken. Voor wat gaan we gaan? Deze? Of gaan we voor iets nieuws al? Als we meer geld willen, moeten we denk ik voor... Dat gaan, maar dat geeft ons niks, want dat is alleen maar land en we zitten op een eiland. Dat is ja jammer. Ik zou het dan voor dat gaan. Explore? Ja. Oké. Okay. Ja, dat is het beste op deze moment. En dan gaan we direct naar de volgende beurt. Ah ja, Frankrijk is voor de tweede keer zijn hoofdstad verloren. Hey. Dus nee, Griekenland op ons bak is. Ons zout, hè. Ja. Dus refuse. Ja, doe eens 7. 7, we gaan voor de volle 7. Ja, en dan even die exit embassy weg en dan zien we. Ja, dan mag je even weggaan. Oh, dat vraag ik. Nee, dat is veel te veel. Nee. Zo goed zeg je geen vriend. Ja, dat is niet eens een vriend. Ja. Ja, oké. Okay. Kent jij die? Niet persoonlijk. Oh, er wordt gevochten. Ah ja, we hebben ook even zo helemaal ja, een volledige linie waar geen mensen kunnen doorgaan. En dan gaan we zo uitbreiden tot Trumpville. En dan gaan we dan overpakken. Ooit. Hopelijk. Ja, als we de atoombom hebben, mensen, dan. Compound interest is the most powerful force in the universe. Dank u. Oké. Oké, dus we hebben oorlog momenteel met Marokko. We hebben iets boeren met de Marokkanen op dit moment. Zo een beetje, ja. Maar ik nu altijd één stapje per één, want ik wil het wel redelijk veilig houden. We gaan dit al opstellen, dat we altijd kunnen terugschieten als er iets gebeurt. Ja, normaal gezien gebeurt er niks, maar je kunt maar nooit. Moet dat lukken, hè? Ja. Ging ik zeggen, maar ja. Dat kan ook, ja, maar. Ik zou liever het zekere voor het onzekere. Ja, best, hè? Die naar daar. Het is wel redelijk leeg, moet ik zeggen. Maar oké, okay, die gaan we random naar hier. Die engineer. Engineer, die gaan we hier een gebouwtje laten bouwen, hoor. Ja, best, hè? Daar. Het is al kei ver buiten ons rijk eigenlijk. Nog altijd op ons eiland, dus ja, ja. En we hebben nog altijd Quebec City als enigste ander land op dit eiland, ja. Dat pakken we ze biedt misschien over, wie weet. God. Oké, voor wat gaan we gaan? Even de technologie tree openen. De boom van de technologie. We moeten dus eigenlijk zo rap mogelijk daar raken, bij de nucleaire missiles. Maar atoombom is ook al tof. Dat is al heel tof. Hè. Maar dat is nog een stukje zoals jullie zien. Hè. Dat is heel ver in de toekomst. Ja, eigenlijk laten wel. We eerst weer rifling pakken. Rifling? Dat we, ja, rifling? Ja, dat we betere melee troepen hebben. Hè. Ja. Dat is precies ook beter dan deze. Het is maar 30. En deze is 34. Ah. Ja, goed gezien. En die kunt je upgraden. Letterlijk. Assign Delegate. Wij zijn deze. We hebben al 2 punten. Dat is niet zoveel. Een bar op. Ja, de Trump moet. Ja, dat. Ja, dat pakken we gewoon. Dat is Trump. Oh, geweldig. Dat is deze. Ik moet klikken, hè? Ja. Dat is een businessman, wordt even geëmbargoed. Oké, wat is hij dan? Niks. Oh, kunnen we de rest ook zo tegen hem laten stemmen? Hopelijk. Zdravjantje. Dan moest dat op voorhand doen. Ja. Dat is jammer. Anders hadden we sowieso gewonnen. Okay. Eerlijk. Nog een unit niet orders. Ja, deze waarschijnlijk. We gaan die hier zetten en dan laten healen. Ja. En dan gaan we Kiev overpakken. Ja, zeker. Kiev. We gaan ons met onze frigate doen. De frigat. We kunnen die ter bescherming van Londen zetten. We kunnen hem gewoon naar hier sturen. Ja. Op de voorkant al. Dat is al de voorlinie. Dat is al één bootje. Hallo. Onze volledige voorlinie. Onze vloot. Één bootje. Ah, we hebben een werker. Ja, laat die daar iets maken, hè. Boerderij of iets anders? Zie, deze is wel afgepakt van Marokko, hè. Anders. Of vol van die dingen, zo.
Ik zou een handelspost zetten. Tradingpost, ja. En als we dat kunnen kopen, kunnen we nog meer zout hebben. Ja! Gaat dat? Ja. Yay! Pieta. Oh, nog verder gaat niet. Ah. Dat is wel leuk. Dat zou wel leuk geweest zijn. Of we kunnen die kopen. Ah, dat is goud. Goud. En ja, whatever dat deze ook is. Dat is... We hebben toch geld. Incense. Kashba. Kashba. Oh, heel veel vrienden. Incense, ik zei het. Heel ja, goed. Ja. Oké, okay, next turn. Dan ja. Maar. Naar Overwachtingen. Griekenland. Casimir, nee. We hebben net oorlog met Marokko. Nee. Sorry. Maar nu hebben we geen. Ik heb nu niet zo'n tof idee. Jij wilt Kiev gewoon geven? Ja, nee, die pakken we toch eens een beetje. Ze gaan eerst Kiev pakken en dan pas peace, oké? Okay? Refuse. Jammer. Jammer. Volgens mij heeft ook gewoon geen leger meer. Ja. Hij heeft alleen deze dan. Oh. Dat is... We wisten dat we Duitsland niet moesten vertrouwen, hè. Merkelreich. Nee, ik denk dat het Bismarck is. Maar ja, het is wel Bismarck, man. Dus je weet... Het kan ook Hitler geweest zijn. Ja, maar Bismarck ligt hier. Hier. Maar het is in alliantie met Trump die daar rond ligt. Ja, dan hebben we een probleem. Ja. Een heel groot probleem. Ja, we gaan Manchester helemaal bewapenen, hè. Ja. Klaar voor verdediging. Nee, 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 die muzikant. Wat doet hij in... I don't know. Maakt niet uit. Schiet er met alle artillerie ook nog op, hè? Ja, 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 we gaan hem artillerie ook op. Zeker. Opschieten. Artillerie! Vier. Firepower! Boom. Is hij dood? Nee. Ah, oh, jammer. Bijna. Bijna. Volgende beurt sowieso. Ja. Deze man gaan we naar... Hier zitten. Dan zien we de stad. Die hebben een kanon. We hebben een kanon. Van kanon. De middeleeuwen. Wauw. Ja, die zijn er ook weer achter. Nee. Nee, 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 nee. Je kunt al schieten. Echt? Ja. Oh ja, wauw. Dat gaat ver. Dat is drie tegels, hè. Ja, dat is best wel ver. Ja, niet eens gaat de telefoon. Niet opletten. Ja, het is, gebeurt wel vaker. Dat er een telefoon afgaat. Ja, referendum. Nou, inderdaad. Kiev wordt van ons. Hopelijk. Ja, het. Kan die ook zo ver? Nee. Ja, maar... We gaan eerst deze moeten verplaatsen, dus. Tegen is dat al? Nee. De 1-1 naar rechts. Daar. Nee, daar. Ja. Yo, mensen! Hallo! Oké, okay. We gaan deze soldaat... laten we staan. Ja, beste. Ja. Nee, we gaan die dood laten gaan. Waarom niet? Oh, kijk, okay. Kijk, kijk. Niet gepasseerd. Dat is jammer. Nee! Oh, dat is jammer. Kom maar. Hadden we nog één, hadden we nog Marokko meegenomen, hè? Marokko gaan we subiet van de kaart. Marokko gaan we opzien. Oké. Okay. Is er nog iets? Oké, borders, borders, borders. Wat is deze? Oh! Ah, dat is die. Ah ja. Oké, volgende beurt. Ja, nog Unity orders niet. Ja, gewoon bouwen, hè. Gewoon boom boomen. Kijk, 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 kijk. En ineens stond er een fabriek. We hebben letterlijk al drie hier, hè. Eén, dat is iets anders zeker, deze. Dat is als een custom house. We hebben letterlijk twee fabrieken al hier. En natuurlijk ook een mooi gebouw in de zee. Een mooi gebouw in het water. Ja. Random op een berg hier. Dat is een stad die me alles heeft, letterlijk, van monumenten. Ja, behalve inwoners. Ja. Dat is, ja, dat is wel... Dat is jammer, hè. Ja. 11 inwoners, je moet er niet veel hebben voor een stad, hè. Nee. Oh ja. Oh. Oh, nee. Een baksteen. Smetten gewoon met stenen, hoe barbaars. Oei, oh, Unity is killed. Ja.
Volgens mij is Trump een beetje boos op ons. Het probleem is dat we er zo één in de buurt moeten hebben voor te kunnen schieten. Ja, volgens deze. Ja, die gaat dood. Kan deze schieten van hem hier? Ze kunnen allemaal schieten. Daar is niet van. We hebben geen zicht op de stad, snapte. Ah. Ja, dacht ik ook even. Maar misschien... Ah ja, als we die hier zetten, nee. Hier. Ja. Oké. Ja? Zet die anders gewoon hier. Hier, hè? Ja, waarom niet? Hè? Twee kanonnen. We zetten deze eventjes naar daar. Dat is nog op zicht, hè? Ja, ik hoop het. Ja. Oké. We gaan gewoon de stad zo hard kapot maken, dat ze niet veel meer kunnen uitrichten tegen. Ja, die gaat dood. Nieuwe melee unit. Starf. Ja. Starf, hè? Starf. Sterf. Dood. We gingen ook hier onze leger misschien een beetje vergroten, want ik meer soldaten nodig. Ook. Musket. Musket, hè. We hebben een musket nodig. En we zullen van vier ook in één keer een musket sturen, misschien. Ja. Want... dan gaat het niet lang meer halen. Nee. Zo. Return to hier. Tuurlijk. Ja. Even mijn volprachte mooie Engels. Ja. En we vallen Kiev verder aan. Ja, waarom niet, hè? Dat is wel handig aan artillerie. Ik ben echt wel ver. Ja, dat wordt gezegd, hè. Ja. Okay. De volgende beurt is de stad van ons, in het beste geval. Deze wordt hier ter verdediging gezet, zo eventjes. Ja. Oh, ja, oké. Okay. Ja, die moet handelen, hè. Met 10, 6, 8, 5, 6, 8, 7, 6, 12. 12? 12. Die kost er wel een boel mee, maar nu gaan we even al het geld uithalen. Ja. Dat is de theorie. Anders gaan we zout pakken. Manchester kan ja. Zout krijgen. Ja, sorry. Wat gaan we hier doen? Londen? Louvre. Sowieso. Inderdaad. Promote a unit. Aha. Ja, Desire, die zou echt een shock hebben. Ja, dat is gewoon wel een shock. Kunnen deze ook niet? Nee, oké. Ze is wel in de beurt pas. Oké dan. En nee, die krijgt dan niet. Deze boot, hoe ver kan die schieten eigenlijk? 1, 2. Wat kunnen we daarmee doen? Goeie vraag. Anders sturen we die naar Marokko om daarmee te helpen aan de kust. Dat is misschien ook wel een goed idee. Vier beurten maar. Is hier echt zo een van de middeleeuwen hier zo staan? Longsword.